Die luiden die het nu eens om vertellen, dat je mij doet een domme boete moe. Het is een eerlijk hoe vertel de story, gebeurt met een man en met zijn vrouw. Met een man die trouwde was al gerd jaren, en zij was jong en had een schoen gezien. Zij zag op mannen kunsten en ze sterven, die konden met die houten velden dien. Maar hij was mee op zijn kop gevallen, en daar die planten kun niet langs geween. Die kon de moer het wel van haar te weten, en ongeveer toen ik ben niet geweest. In Russie vol heel lief wel van huisje, dat altijd smiddags bij haar binnenkomt. Te eten in de keuken, het huisje kocht voor haar het beste grond. En op een dag ze deed wel de boer, dat de stelsel van deze de schuren woon. Is na de gouden hand toch goed zien veer, het gebeurde toen ze in de keuken stond. Er kwam terug en zag hem haar met tranen. En zag ik kon dit meisje zeker horen, ik kon dan in de eerste pluk de hand. Je zal toen tegen 12 horen komen, zo moe als ik bij stond, dat zag ik niet. Die zag ik zweer, ik zal dan met ik sterven, want wist je wet, ik hou van wel van die. En hij had zie zich heus wel goed gesproken, daar kwam de hond en pikte aan de deur. De torenklok die slootjes wel horen, de hond kwam zonder veren op de scheur. Ze stond al op de deur, ging piepend open, de hond die kwam naar binnen weer zo vlug. En in de kast de man had zich verborgen, ze dacht dat ik hem van horen niet geluk. En ze wees met haar benen, en zag toen aan de hand zo zonder pels. En deze zoek ze in de kast verborgen, de kinderen waren niet hebben als de wels. De manen zoet de klei uit kast gekomen, en zag toen aan zijn blijk van schok gevoel. De hups niet altijd voor de gek gehouden, nu weet ik wat ik van die kweten woon. De naakse woorden en vertrouwen.